Leiden. Een stad die niet alleen bekend staat om haar historische gebouwen zoals de Burcht in het centrum, maar ook om haar 28 kilometer lange grachten en singels. Die worden bevaren door echte Leidse glibbers met hun typerende R. Een van de bekendste Leidenaren is Rembrandt van Rijn, een 17e eeuwse kunstschilder die van cruciaal belang was voor de Hollandse kunst in de Gouden Eeuw. Inmiddels, een paar honderd jaar later, heeft hij er een eigen standbeeld aan overgehouden en wordt er nog altijd geschilderd in de sleutelstad. Maar of we hier te maken hebben met dé Rembrandt van deze tijd? Ik zou het niet zo willen zeggen. Ik vind mijn eigen naam toch wel interessanter. Nee, onzin. Verstopt tussen zo'n 300 schilderijen, stapels boeken en een paar planten, is Dick Bakhuizen van den Brink, herkenbaar aan zijn lange grijze baard, druk bezig aan zijn nieuwste werk, terwijl de terpentinegeur zijn neus binnendringt. Nee, ik heb de indruk dat men het wel mooi vindt. Niet alles natuurlijk, dat kan ook niet. Ik zou het liefst, als ik zo die kriebels krijg, gewoon midden in de nacht weggaan om naar mijn atelier te gaan. Dan verklaart mijn vrouw mij even gek. Joh, ik ben even liggen, je maakt de hond wakker en al die narigheid. Dus, het werken geeft mij gewoon heel veel rust. Denk ik niet aan boodschappen doen, of aan de kinderen, of aan de kleinkinderen, of de achterkleinkinderen, of weet ik veel, van huur betalen, of ik moet naar de wc. Nee, dan ben je gewoon bezig. Je krijgt kriebels, je moet. Maakt het dit trots van u hier naar kijkt? Ja, ik heb toch wel weer geflikt. Ja, ik vind het leuk. Ja, soms dan loopt er ineens een muis voorbij en dan is er samen naar het schilderij te kijken. Dat is gewoon leuk. Dat is. Wat de muis van zijn schilderwerken vindt, weet Dick niet. Maar hoe zou de echte Leidse grootmeester erover denken? En ik denk Rembrandt, met zijn technieken, als je zelf zou kijken, die zou je zeggen, ja, wat leuk. Ja. Ik zou zelf, en dan gaat hij... onderwijzen en ik denk dat zou gaan gebeuren. Voor Dick maakt het niet uit wat Rembrandt van zijn doeken zou vinden. Humor vindt hij veel belangrijker.